Ja, jongens, welkom bij een nieuwe Black Friday. We zijn een tijdje niet met Black Friday verder gegaan. Uiteraard genoeg content gemaakt. Maar Ajax Feyenoord, Anthony tegen Berghuis. Reden te meer om toch even een nieuwe Black Friday op te nemen, toch? Het is wel een lekker momentje om even voor te gaan beschouwen op wat we zondag kunnen gaan verwachten. En ook een keertje, niet een keer in te zoomen op de trainers. We hebben natuurlijk afgelopen maandag het ook gehad over wat doet de advocaat normaal gesproken. En hoe gaat dat tegen Ajax eruit zien? En dat die ruimtes voor Ajax dus klein zullen zijn in die wedstrijd. En niet zo heel makkelijk gaat worden voor Ajax om daar doorheen te voetballen en een overtuigende overwinning te boeken. Het zal denk ik toch dicht bij elkaar liggen. En als Ajax helemaal die voorsprong heeft, dan kunnen ze die wedstrijd er wel uitslepen. Maar er wordt niet, zoals vorig jaar, een totale walkover. Waar Feyenoord de totaal afgaat met eigenlijk praktisch dezelfde spelers. Maar als je over het hele seizoen kijkt, zorgt advocaten gewoon voor dat die defensie van Feyenoord heel erg stabiel staat. Ook als met name over spel hebben ze verreweg de minste tegendoelpunten van ieder team in de Eredivisie. Ook minder dan Ajax. Ja, en dat zegt iets over hoe klein zij die ruimtes maken. Ja. Maar voetbal is natuurlijk niet bedoeld om alleen de ruimtes klein te maken en met 10 man op eigen helft te staan. Maar ook om spelers waar je naar uitkijkt komende zondag. En als je dan naar Ajax en Feyenoord gaat kijken, dan zijn Anthony en Berghuis toch wel leuke spelers om het over te hebben. Zeker. En ook tegenover elkaar af te zetten van ze spelen op dezelfde plek, maar zijn het ook dezelfde spelers. Ja, maar dat is sowieso wel interessant, hè? Want ze spelen vanaf de rechtsbuitenpositie. Daar starten ze tenminste. En de rechtsbuiten van tegenwoordig is niet meer degene die buitenom gaat en een voorzet geeft. Maar dat is eigenlijk iemand die technisch vaardig is, die naar binnen gaat, die ook doelpunten maakt. Dus niet alleen voorzetten geeft. In hoeverre kun je dan kijken naar Anthony en Berghuis? Hebben ze dan overeenkomsten als het gaat om de nieuwe rechtsbuiten, dus iemand die naar binnen komt? Nou, er zitten zeker overeenkomsten tussen Berghuis en Anthony. Ja. Het zijn natuurlijk allebei ook linkspoten in de kern die vanaf de rechterkant spelen. Nou, ze kunnen allebei ook wel iets met rechts. Anthony misschien nog iets meer dan dat Berghuis dat heeft met zijn rechterbeen. Maar wel twee linkspoten die dus inderdaad graag naar binnen komen. Vanuit daar ook zelf willen gaan schieten. Misschien soms een keer een steekpaas geven. Dus Berghuis weer iets beter in dan Anthony. En Anthony is misschien weer wat directer dan Berghuis. Ook richting de goal en ook misschien een keertje buitenom en ook vaker in die 16 komen. Dat zie je ook wel echt in het rendement van Anthony terug. Per 90 minuten is hij bij heel veel doelpunten betrokken. Hij is assistkoning op dit moment van de Eredivisie. En hij heeft 7 doelpunten gemaakt. Dat zijn er minder dan dat Berghuis er heeft gemaakt. Alleen Berghuis die heeft 6 strafschoppen uit mijn hoofd erin geschoten. Ja. Dus dat vertekent de cijfers van Berghuis iets. Maar dat Berghuis daarin iets minder rendement heeft, heeft ook wel alles te maken met de rol die hij vertolkt binnen Feyenoord. Want Anthony, en ook de inbreng van beide spelers. Hè? Het belang van het meespelen van beide spelers. We hebben net inderdaad over doelpunten, assist, dat soort dingen. Maar je kunt ook kijken naar hoe vaak komen ze nou aan de bal. En als je op die manier Anthony gaat afzetten tegen Berghuis, dan komt Berghuis dubbel zo vaak aan de bal als dat Anthony aan de bal komt. Dat zegt alles over zijn rol binnen Feyenoord. Want hij is de man die het bij Feyenoord moet bedenken. En Anthony is niet de man die het bij Ajax moet bedenken. Anthony is de man die op een gegeven moment de bal krijgt en 1-op-1 en er dan langs moet komen en dan zijn doelpunt moet maken. Is dat direct ook het grootste verschil? Dat Berghuis eigenlijk de rechtsbuiten is die als nummer 10 eindigt, waar het om draait. Dus een vrije rol heeft, waarbij Anthony wat meer honkvast is en echt rechtsbuiten blijft staan? Ja, ik denk dat Berghuis is meer een middenvelder die vanaf de rechterkant speelt. En Anthony is misschien zelfs bijna een soort van halve spits die vanaf de rechterkant speelt. Omdat hij ook veel in die 16 komt om in kansrijke posities te komen. Nou, dan komt Berghuis uiteindelijk ook als Feyenoord daar komt. Alleen Berghuis die is ook heel belangrijk in dat vormgeven van dat spel van Feyenoord. En dan speelt hij ook echt als middenvelder. Of komt hij heel ver uitzakken op die rechterkant om toch aan de bal te komen, het spel te verleggen, lange passes te geven, allemaal dat soort dingen. Ja, dat zijn dingen die Anthony bij Ajax niet snel zal doen. Nee, precies. En dat zie je ook wel terug in een mooie heatmap. Hè? We zien hier de heatmap van Anthony eerst. Nou ja, die,
De stip is eigenlijk waar hij zich begeeft, hè? Ja, dit is van het hele seizoen waar hij de bal heeft gehad. Anthony, nou, dan zie je dus dat Anthony... Dat valt dan tegen PSV een doelpunt uit. Dat hij een keer op eigen of tegen de middenlijn die bal krijgt tegen de zijlijn. Maar dat zijn dus posities waar hij niet heel veel aan de bal komt. En je ziet ja, bij hem, hij heeft natuurlijk ook een aantal keer heeft hij van links gespeeld. Of dan wisselt hij tijdens de wedstrijd wel eens van flank. Ja, precies. Komt hij daar een keer uit. Maar je ziet dat bij hem ja, het leeuwendeel van die balcontact is daar zo rechts... centraal voor de 16 meter. Ja. En dat is ook de plek waar hij beslist kon zijn. Maar hij komt ook wat vaker echt diep aan die rechterkant door. Ik zit naar één stipje te kijken, hè, Piet. Die links onderin. Wat was hij daar aan het doen? Ja, dat komt hij toch nooit? Nou ja, dat wat was hij daar aan het doen? Ja, dat is typisch zo'n momentje. Tenminste, bij dit soort balcontacten. Hetzelfde als zo'n ding dan in de eigen 16. Dat is vaak dan een spelhervatting, omschakelmoment. Dat je in één keer op een andere plek... uitkomt. Ik denk niet dat hij verdwaald was, dat hij in één keer vanaf de rechterkant naar die kant... Ik zat te denken... Maar misschien is het een kijkersvraag, dat mensen op zoek moeten naar de keer dat Anthony hier links achterin de bal heeft getoucheerd. Wat hij daar kon doen. Als ik een voorspelling zou moeten doen, dan denk ik dat zijn maatje Nico raakte geblesseerd. Daar staat dan toch een flesje water. Hij was op de middenlijn, hij was bij de middencirkel. Ik denk, loop er naartoe en ik drink even wat. Wat denk jij? Nou, dat zou ook nog kunnen. Nee, ja, ik denk dus... omschakelen een beetje naar een spelhervatting. Dat hij meteen mee naar voren sprint. Ja. En dat hij daar dan de bal ontvangt. André Onana gooit hem naar hem toe. En hij kan daar een counter op gaan zetten. Ik denk dat het was. Die klinkt veel logischer. We hebben ook een heatmap van Steven Berghuis. En dan zie je wel gelijk het verschil. Hè? Dat hij echt wel overal betrokken is op het veld. Ja, dit is een totaal ander beeld dan net bij Anthony. Als je die balcontacten van Anthony op eigen helft had. En je kon het gewoon... Nou, als je naar die afbeelden kijkt en je verveelt je en je wil een slaap kopen, dan kun je ze gaan tellen. Ja. Dan slaap je goed en dan heb je zo op een gegeven moment kom je er ook nog uit hoeveel het daadwerkelijk waren. Maar hier is het al geen begin meer aan, al die balcontacten. Ja. En je ziet ook dat hij rond de 16 komt hij eigenlijk wat minder vaak uit dan Anthony. Wat ook logisch is natuurlijk, omdat hij, hij moet heel komen. Ver terug moet om... Ja. Het spel van Feyenoord vorm te geven. Het is bij Feyenoord ook echt zo dat hoe slechter het gaat... hoe verder terug Berghuis komt te spelen... om dan toch maar iets te forceren, om iets te doen. Ja. Zag ook in bijvoorbeeld die Europa Cup wedstrijden... waarin het dit seizoen voor Feyenoord dan niet liep. Ja, dan zie je Berghuis steeds dichter bij zijn eigen doel. Die ballen komen opeisen en dan het spel verplaatsen naar de andere kant. Ja. En dat is toch wel echt een rol die hij heeft... op dit moment bij Feyenoord. Wat natuurlijk ook te maken heeft met hoe ziet dat middenveld bij Feyenoord eruit? Met Ver, Toornstra, Diemers heeft dan misschien enigszins... kun je wat creativiteit van verwachten. Maar dat merk ook bij Diemers dat Fortuna Sittard is wel even wat anders dan bij Feyenoord. Dus... Maar heeft dat dus te maken met een gebrek aan creativiteit? Stel dat Kutsu wel speelt op het middenveld... dan zullen we Berghuis veel minder terug uitzien? Ja, nee, het is zeker zo. Nou ja, en ook in de periode dat Kutsu er was... kwam Berghuis natuurlijk wat meer daar terecht. Maar dat zijn wel echt communicerende vaders. Dat vergelijkt met Ajax. Dat is natuurlijk wel echt een groot verschil. Als je zo'n Gravenberg hebt voor de defensie. Nou, straks komt Kudus weer terug. Dat is natuurlijk ook iemand die creativiteit in zijn spel heeft. Maar zelfs Labiat is natuurlijk op zich nog wel een creatieve speler. Ja. Creatieve speler. Tadic, die komt natuurlijk ook heel vaak vanaf die linksbuitenpositie naar de teampositie om daar iets te gaan creëren. Ja. Nou ja, je hebt Moscovici die er goed overheen kan komen. Tagliafico aan de andere kant. En dan komt het gevaar toch van meer kanten. En bij Ajax heb je natuurlijk ook nog Daley Blind die van achteruit die fantastische inspeelpaas heeft. Ja. En dat is een groot verschil. En daarmee zeg je eigenlijk al dat Anthony hoeft ook helemaal niet in die zones te komen. Op dat vlak hoeven ze ook niet te vergelijken. Want Anthony die wacht gewoon zijn moment af. En er zijn genoeg andere jongens die voor die creativiteit zorgen. Dat is het grootste verschil, denk ik. Dat is inderdaad het grote verschil. En een tweede verschil wat natuurlijk ook wel in zit. Maar dan kom je terug op waar we het maandag ook over hadden. Van, hoe verdedigt Feyenoord? Ja, Feyenoord zet niet hoog druk op de helft van de tegenstander. Als je bijvoorbeeld een doelpunt hebt van Anthony tegen PSV. Zo'n doelpunt kan Berghuis nooit maken. Want het is een doelpunt dat Ajax maakt. Omdat ze de bal kwijtraken op de helft van de tegenstander. Meteen fanatiek met z'n allen druk zetten. Die bal veroveren. En dan vlak na een herovering. In de periode dat de tegenstander nog ongeorganiseerd is. Krijgt Anthony die bal voor zijn voeten. Ja. En kan die hem binnenschieten. Ja, zulke kansen krijgt Berghuis niet. Want precies. Feyenoord die staat... rond de middenlijn op het moment dat ze de bal veroveren. En dan moet je nog een heel eind overbruggen om een doelpunt te kunnen maken. Dat is ook wel, als je dan gaat kijken naar de momenten dat Anthony gevaarlijk wordt, is ook wel vaak
omschakeling. Net balwinst en dan kan hij meteen diepte maken. Ja. En ook bij Ajax vaak de man die bijvoorbeeld in de druk zet. Hè, dat is bij Ajax vaak zo dat een van de twee spitsen zet... een van de twee centrale verdedigers vast. Even twee dingen door elkaar gehaald. Maar, en dan speelt Anthony vanaf de rechterkant. En die gaat dan druk zetten op die linker centrale verdediger. Die wordt eigenlijk die op papier de tweede spits op dat moment. Precies. Ja, precies. En dat betekent dat Ajax en hoog druk kan zetten. Hoger dan dat Feyenoord dat doet. En dat doen ze in de as vooral, hè? Ja, doen ze inderdaad. Want dan gaat er inderdaad Anthony, die gaat door naar die linker centrale verdediger. En dan gaat de rechtsback vaak, Mascherini in de meeste gevallen, die gaat dan half staan ten opzichte van de linksback van de tegenstander. Precies. Die dan vrij kan gaan komen. Maar als je in zo'n situatie als Ajax de bal wint, en dan betekent dat dus dat je en die bal wint op de helft van de tegenstander en in een situatie waar dan de linksback vaak weg is, want die is naar voren gestapt omdat hij dan vrij kan komen in de rug van Anthony. Dus dan kan Anthony wegsprinten in die rug van die linksback met zo'n linker centrale verdediger die vaak niet de snelste is, meestal niet de meest dynamische is, niet echt lekker vindt om tegen zo'n speler als Anthony te komen. En in dat soort duels kan hij bij Ajax komen. En daar komt Berghuis bij Feyenoord eigenlijk nooit terecht, omdat hij gewoon een andere rol heeft. Nou, dat heeft alles te maken met de kwaliteiten in het elftal van Feyenoord. Dat is ook de manier waarop Feyenoord het beste resultaat kan halen. Maar dat heeft wel impact op dat van Berghuis. Maar dat is ook natuurlijk ook wel iets wat Berghuis minder heeft in zijn spel dan Anthony. Die hele directheid, echt die explosiviteit die Anthony wel heeft in zijn spel. Ja, dat heeft Berghuis iets minder. Is misschien ook de reden dat hij in de Premier League dan wat minder eruit is gekomen. Dat bijvoorbeeld in de kleine ruimtes en het sierlijke. Het ziet er bij Berghuis wel allemaal fantastisch uit. Ja. Als hij in de korte ruimtes is, dan is het gewoon een sierlijke nummer 10 eigenlijk. Ja, 100%. En in die zin is hij natuurlijk ook enorm belangrijk voor Feyenoord. Al over een langere periode. Haalt een enorm rendement. En helemaal in combinatie met wat we allemaal omschrijven, wat hij moet doen. Dus hij moet ook verdedigen. Moet hij echt best wel ver terug. Hij moet in de opbouw ontzettend veel doen. En als je dan ook nog toch in die laatste fase beslissend kan zijn met acties, met schoten, met voorzetten. Ja, dan tekent dat ook wel zijn kwaliteit. Zie je gelijk weer het verschil, hè, met Anthony. Want je had het net over dat voorbeeld dat hij dan druk gaat zetten op die linker centrale, waarbij Mascherini half staan houdt in dat je eigenlijk tussen je directe tegenstander en de linksback van de tegenstander gaat staan. Hè, en dan op het juiste moment uit. Maar het feit dat dat gebeurt en dat ze er hoger staan, houdt ook in dat Anthony veel minder terug hoeft. Klopt, die hoeft gewoon veel minder meters af te leggen dan Berghuis in een wedstrijd. En dan is het wel vaak wat hogere intensiteit waarop Anthony het moet doen. Maar hij speelt natuurlijk ook een heleboel wedstrijden in de Eredivisie. Ja, dat ze continu de bal hebben, dat ze continu op de helft van de tegenstander staan. En dat zie je dus ook weer heel goed terug in die balcontacten. Dat Anthony, die heeft die in de 16 van de tegenstander. Die kan doorkomen in die hoeken van het strafschopgebied. Omdat hij daar pas de bal krijgt. Alleen Berghuis, dat is toch vaak verder terug. En in die zin is het ook een beetje appels met peren vergelijken. En ik ben ook in die zin wel benieuwd van hoe zou bijvoorbeeld Berghuis eruit zien in dit Ajax. En andersom Anthony. Ik denk dat Berghuis het meer als Ziyech in zou vullen. Dat denk ik ook, ja. Ja, ik denk dat je dan inderdaad veel meer dat kreeg wat je met Ziyech had. Ja. Hij was ook tot op zekere hoogte natuurlijk een iets meer directe vervanger geweest van Ziyech dan dat Anthony dat is. Anthony is ook een linksboot die vanaf rechts komt, maar waar we net over hebben. Ja, Anthony is geen meer middenvelder, ook niet inderdaad echt in die hele kleine ruimtes. Dan mist hij soms ook net die finesse. Dat zie je bijvoorbeeld ook denk ik een beetje bij die tegengoal die Ajax dan krijgt naar zijn balverlies. Dat is misschien meer de fout van Klaassen die er dan overheen komt. En het is ook een bal die krijgt van Mascherini waar je niet heel veel mee kan. Maar dat is wel een situatie waar normaal gesproken Berghuis, die redt zich uit dit soort situaties. Je kunt niet tegendoelpunten van Feyenoord halen. Waarin omdat die bal vaster is. Ja, omdat die bal vaster is. Dat hij misschien net wat meer overzicht heeft in die kleine ruimtes. En ook in die kleine combinaties. Dat hij net wat verfijnder is dan dat Anthony dat is. Ja, maar Anthony brengt daar weer andere dingen tegenover. Ja, precies. Je had het net over het doelpunt wat Anthony met tegen PSV maakt. Dat Berghuis dat niet vaak zou doen. We hebben ook beelden geselecteerd. Laten we beginnen met dat doelpunt waar je het net over had. Nou ja, hier zien we Mascherini juichen met Anthony. Haller ook belangrijk bij die goal. Nou, we gaan straks naar dat doelpunt toe. Erik ten Hag. Hij is heel blij met dat 2-2. Ja, mooi is dat, hè? Heel serieus. Dansje erbij, kijk. Uitstekend. Nou, hier gaan we naar het moment. Is het moment zelf dan? Je ziet nog dat ze in balbezit zijn. Hier raakt die bal kwijt, En dan meteen druk
dit soort momenten. En dan bal voorover hier, Tagliafico, Haller. Ja. En dan staat hij nog in de 16 en dan kan hij die bal daar binnen frommelen. Maar dit laat ook wel een beetje de kwaliteit, denk ik, van Anthony zien in de 16. Daar heeft hij wel goed gevoel voor. Om dan voor die man te komen. Hij is natuurlijk ook langer dan het Berghuis is. Kan zijn lichaam in de strijd gooien. En ja, dit is wel echt een goed doelpunt. En in zekere zin bewijst hij ook wat Mark Overmars recent nog zei over Haller. Van, in Brazilië had hij helemaal niet zo'n hoog rendement, namelijk Anthony. Maar bij Ajax, je komt meer op de helft van de tegenstander. Je komt meer in dit soort 1-tegen-1 situaties terecht. Waarbij je ziet dat hij heel veel ruimte krijgt. Hè? Hij is eigenlijk de enige die daar staat. Ja, dit is ook typisch Ajax. Een heleboel spelers in de as. Daarmee trek je natuurlijk ook een heleboel tegenstanders naar de as. En dan de speler die als enige aan de buitenkant staat, in dit geval Anthony. Ja, die komt ook echt in de 1-tegen-1 met die back. En dan mag je hem opzoeken. En ja, dat is ook heel erg het spelletje van Ajax. Hij wordt in die 1-tegen-1 situaties gebracht. En ik denk, als je dit seizoen gaat zoeken, dat hebben we natuurlijk ook gedaan, naar beelden waar Berghuis in de 1-tegen-1 komt. Ja, dat zie je bijna niet. Nou, dat is ook weer zo'n situatie. Je ziet Masrui, die komt ook echt naar de binnenkant. Waardoor Anthony hier aan de buitenkant nog meer ruimte krijgt om dat duel te zoeken met Max. Ja. En ja, dat is ook heel erg het Ajax-spel. Dat zo'n Masrui, het is veel makkelijker voor Anthony om te spelen. Ja, met Masrui die aan de binnenkant hier voor afleiding zorgt. Maar dit komt, Pieter, doordat er zoveel mensen in de as staan. Dat je eigenlijk, laat maar zeggen, als op het moment dat zij het breed houden, dan kan een tegenstander ook geen rugdekking geven. Hè? Gezien het aantal spelers in de as. Nee, als je inderdaad ziet wat Masrui net ook weer doet bij dit moment. Dus hier gaat hij dan diep vanaf die binnenkant. Maar dat moment daarvoor staat hij aan de binnenkant gepositioneerd. Ja, dan gaat de linksmid van de tegenstander of de linksbuiten van de tegenstander. Ja. En die gaat automatisch een beetje mee met Masrui naar de binnenkant. Ja, en dan komt die lijn naar Anthony open te liggen. En dat is eigenlijk een truc die ooit door Guardiola verzonnen is bij Bayern München om Robben en Ribéry meer in die 1-tegen-1 situaties te krijgen. Ja. Dus in zekere zin profiteert Anthony van dat Robben en Ribéry ooit met Guardiola gewerkt hebben bij Bayern München. Is trouwens wel een mooie actie, hè? Ja, het is een schitterende actie. Zie je wel, de kwaliteit druipt er echt vanaf, hoor. Ja, dit is echt dat straatvoetbal wat er bij hem in zit. En ja, het knappe aan hem vind ik wel dat hij koppelt dat straatvoetbal ook wel echt aan rendement. Ja. Het enige waarvan je bij Anthony kan zeggen, dat levert nog wat vraagtekens op, is met name als je hem gaat kijken in de hele Champions League campagne van Ajax. En dan komt eigenlijk alles terug waar we net ook met Berghuis over hadden. Ja, in die Champions League campagne, dan ga je dus momenten krijgen dat ook Ajax wat af en toe wat teruggedrukt wordt. De ruimtes worden iets kleiner, je moet net iets sneller handelen. Nou, al dat soort dingen. In die wedstrijden slaagt Anthony er minder in om echt zo nadrukkelijk zijn stempel te drukken als dat hij dat tot nu toe kan in de Eredivisie. En dat laat wel zien dat hij op dat vlak nog wel zich moet gaan ontwikkelen om echt die laatste stap te zetten naar de Europese top, naar de wereldtop, om echt bij een grote club die basisspeler te worden. Hij is voor de Eredivisie een fantastische rechtsbuiten op dit moment, maar als hij echt nog die stap wil zetten, dan moet dat allemaal nog net een stapje beter worden. Ik ben eens dat Anthony zich meer excelleert, laat maar zeggen, in de Eredivisie, maar dat Neres juist in die Champions League wedstrijden zich altijd liet gelden. En David Neres is denk ik de meest onderschatte speler in deze selectie van Ajax. Als je met trainers praat bij Ajax, die hebben het allemaal altijd over David Neres en hoe belangrijk David Neres voor Ajax is. Zie ook terug, zeg maar, als je de cruciale wedstrijden van Ajax gaat kijken die ze gespeeld hebben in de afgelopen jaar. Het zijn altijd wedstrijden waarin Neres meedeed, waarin Neres op beslissende momenten met een dribbel, met een diepteloopactie. Nou, ik kan me nog die toppen herinneren, bijvoorbeeld tegen PSV, toen Mark van Bommel daar nog trainer was. Nou, dan komt er eigenlijk op een gegeven moment zelfs met 10 man te staan, dan wordt het 1-1. Ja. En dan doet Neres het eigenlijk in zijn eentje. Maar dat was vaker zo, dat in dat soort wedstrijden, dat Neres met zijn acties, dat die mensen bindt. Maar vooral dat hij die diepteloopacties maakt zonder bal. Als je dan gaat kijken naar een heleboel wedstrijden waar het de laatste jaren bij Ajax is misgegaan. Of fases waarin het minder goed liep bij Ajax. Waren er vaak ook fases dat Neres geblesseerd was. Nee, je zag bijvoorbeeld tegen Atalanta Bergamo die tweede wedstrijd. Dan mist Ajax toch iets van iemand die tegen zo'n muur. Anthony had één actie vlak. Hij is heel onvoorspelbaar, hè? Ja, David Neres is enorm onvoorspelbaar. Ja. En hij maakt dus, en op die manier bindt hij vaak twee tegenstanders in plaats van één tegenstander, wat bijvoorbeeld een Dusan Tadic misschien zou doen. Omdat die onvoorspelbaarheid erin zit en je weet, hij kan ieder moment
een passeeractie hebben. Maar vooral ook door die diepgang krijgen anderen ook weer ruimte. Op het moment dat Neres speelt, krijgt Ziyech meer ruimte. En ja, dat element in zijn spel. Jij, Anthony, heeft dat wel een beetje die diepgang, maar nog niet in die mate waarin David Neres dat doet. Nee. En ja, dat is nog wel ook een stap die hij zou moeten zetten in zijn spel. Maar wat hij misschien weer meer heeft dan David Neres is, hij kan ook op die rechterkant een keertje er buiten omgaan en dan met rechts een voorzet geven. Een heleboel van zijn assist dit seizoen, dat zijn er volgens mij 5 van de 7 in de Eredivisie, waar ook daadwerkelijk voorzetten. Geregeld ook. Teruggetrokken. Ja, met zijn rechterbeen. Nou, dat is op zich wel weer een wapen wat hij heeft. Ook als hij die kans pakt tegen Atalanta, waar hij er dan wel een keer voorbij komt. Ja, dan kan hij het ook doen met zijn rechterbeen. Ja. Dus dat is op zich positief. Ja, voordat we naar Berghuis gaan, wil ik nog één iemand uitlichten. Die zie je ook steeds terug in de beelden komen. Dat is Masraoui. Ja, hoe belangrijk is Masraoui voor Anthony? Ja, extreem belangrijk. Extreem belangrijk. Ik denk dat je het bijvoorbeeld ook heel goed zag in die wedstrijd tegen Vitesse, die Ajax speelde helemaal in het begin van het seizoen. Dat was ook zo'n wedstrijd waar dan de tegenstander druk wil zetten. En dan zo'n speler als Masraoui die buitenkant kan spelen, die binnenkant kan spelen. Je hebt het over onderschatte spelers. Hè? Ik heb sterk bij hem het idee van, dat is misschien wel de meest onderschatte speler. Hij kan in de as spelen, hij kan aan de buitenkant, hij kan buitenom, hij heeft snelheid. Is in de duels is hij goed, hij kan herstellen. De restverdediging hij belangrijk is. Het hele seizoen ook al stabiel. Ja. En in al die Champions League wedstrijden, kijk, een heleboel spelers zijn in de Champions League wedstrijden door het ijs gezakt. Hè? Per Schuurs, die is bij de iedere Champions League wedstrijd door het ijs gezakt, hoe lullig het ook mag zijn. Maar dat is toch vaak gebeurd. Daley Blind, dat was zelfs ook weer tegen PSV het geval. Ja. Ja, in topwedstrijden, dan blijkt dan toch dat hij soms een keertje te laat komt. Zeker met Schuurs naast hem. Nou ja, Tagliafico was dan tegen PSV, herstelde zich, heeft hij 2 fantastische momenten dat hij die ballen verovert voor die doelpunten. Maar voor die tijd, moest zelfs Erik ten Hag toegeven, draaide hij niet het beste seizoen uit zijn loopbaan. Ja, ging niet altijd door de ondergrens, maar was ook niet die bepalende speler waarvan je denkt van waarom heeft nu een Europese topclub hem nog niet opgepikt. Ja, Michel Masraoui pakt in die campagne, die heeft wel gewoon tegen iedere tegenstander een hoog niveau gehaald. En hij heeft ook wel tegen moeilijke individuele tegenstanders gespeeld. Alleen, bijvoorbeeld Mané, ik kan me niet echt heel veel momenten herinneren waarin hij met een dribbel bijvoorbeeld het over Masraoui moeilijk maakt. Ja. Hij heeft alles. Ja, bijvoorbeeld ook die wedstrijd, daar scoort Anthony dan nog helemaal in het begin tegen Willem II vlak voor de winter. Dat is ook weer zo'n wedstrijd. Ja, daar is hij er niet bij, Masraoui. En dan speelt Kluivert daar. En dan wordt het ook gewoon meteen moeilijker voor Anthony om beslissend te zijn, omdat Masraoui gaat gewoon veel meer dreiging vanuit. Wat je net ook zag, wat hij zelfs nog in de 16 kan doen met een individuele actie, Masraoui. Dat levert gewoon die rechtsbuiten waarmee hij samenspeelt, gewoon een heleboel extra's op. Hij is een beetje, zeg maar, Masraoui is de Laam van Robben. Die rol heeft hij voor Anthony. En dat is niet te onderschatten hoe belangrijk dat is. De Laam van Robben, die is wel goed hoor. Ik dacht zelf aan de Cancelo van Mahrez, maar de Laan van Rob is wel beter. Hey, we gaan naar Berghuis en hebben het ook over dribbles, passing en hoe beslissend iemand kan zijn. Nou, dat hij belangrijk is voor Feyenoord is duidelijk, dat zien we ook terug. We hebben wat beelden geselecteerd van de wedstrijd tegen Sparta. Nou ja, hier hebben we wat momenten. Ja, zo'n type is natuurlijk weer zo'n wedstrijd waar dan Feyenoord het spel moet gaan maken tegen Sparta. En dat dus veel van Berghuis moet gaan komen. Dit is weer typisch een voorbeeld. Nou, waar je dan ook weer ziet, hij komt tegen 3 man op een gegeven moment te staan. En dan kun je er eentje uitspelen. Alleen dan komen er nog 2 voor je neus. En dat is bij Anthony wat minder het geval. Dit is trouwens een goede loopactie. Dit is zeker een goede loopactie die hij hier maakt in de diepte. En dat is iets wat hij natuurlijk ook af en toe wel heeft in zijn spel. Maar over het algemeen, en zeker als een wedstrijd langer duurt en fijn blijft moeite hebben om er door te komen, ga je toch ook wel zien dat hij, dus zelfs hier helemaal centraal op het middenveld, komt hij bij zijn centrale verdedigers de bal ophalen. Nou, dit is een plek, dat zag je natuurlijk ook in die balcontacten, waar je Anthony nooit een bal zal zien ophalen. Ja, dit is ook weer zo'n voorbeeld. Ja, hij komt hier dan wel langs, maar moet hij nog best wel een eindje overbruggen. Dan kom je meer tegenstanders tegen en is er uiteindelijk iemand die dat blokt. En dat is wel gewoon echt een groot verschil. Als je dat moet heel veel arbeid verzetten om tot kansen te komen. Daar kom je eigenlijk En je tegenstanders stellen zich ook op een mensen hier ook. Hij komt uit zijn positie en ze volgen hem gewoon. Ze dekken hem door. En daarom komt hij natuurlijk ook heel vaak op eigen helft uit. Omdat dat een beetje de zone is waar op een gegeven moment niet meer
Naring doorgedekt wordt. Ja, dus ook weer centraal middenveld. Heeft hij wel een fantastische steekpaas hier in huis. Maar wel knap, Pieter, dat onder zoveel druk. Je wordt de hele wedstrijd gevolgd en dan nog zo bepalend zijn. Dat is ongelooflijk knap, ja. En ja, in zekere zin is dat ook een beetje zijn vloek ten opzichte van... Ja, hij wil natuurlijk ooit weer een stap maken vanuit Feyenoord. Alleen ja, het probleem is ook een beetje dat als scouts naar zo'n speler gaan kijken... en ze zien waar hij overal de ballen komt ophalen en hoe bepalend hij dan is... is hij wel als puzzelstukje veel minder makkelijk in te passen in het elftal. Hè? Als je bijvoorbeeld, stel dat we Liverpool als voorbeeld zouden pakken voor clubs waar hij naartoe... Het is ook weer een geweldige bal trouwens, ja. Die hier geeft en steekt op Jurgensen. Ja, dan zie je gewoon precies wat er op het veld zich afspeelt, waar de ruimte gaat ontstaan en dan geeft hij ook zo'n bal. Maar stel dat je Liverpool als voorbeeld pakt van club waar je naartoe zou kunnen. Nou, Liverpool gaat Steven Berghuis scouten. Ja, dan moet je kijken waar beweegt Salé. Nou, niet op het middenveld en niet tussen de twee centrale verdedigers in. Je kunt niet zeggen van we zetten Berghuis even op de plek van Salah neer en dan is dat enigszins vergelijkbaar. Maar stel dat je zegt van nou ja, je haalt Anthony binnen bij Liverpool. Ja, nou ja, je kunt hem een keer op links neerzetten. Nou, hij zal niet helemaal doen wat Mané daar doet, helemaal doen wat Jota daar doet. Ja. Maar dat is wel enigszins vergelijkbaar met hoe je zo'n positie invult. Ja, dat is ergens, zeg maar, de reden dat Berghuis nu zo dominant is bij Feyenoord, maakt ook dat hij minder aantrekkelijk is voor clubs in het buitenland. Want je gaat alleen Berghuis binnenhalen als je denkt, ja, ik heb helemaal niemand eigenlijk op mijn veld staan die een idee heeft. Ik heb één speler nodig die eigenlijk alles gaat verzinnen bij ons. Dan haal je Berghuis binnen. Maar bijna bij al die clubs lopen al meer spelers rond. Ja, die dat soort kwaliteiten hebben, zoeken ze gewoon iemand ter aanvulling op die selectie. En zo kun je volgens mij, je kunt moeiteloos volgens mij alle Engelse topclubs bijvoorbeeld voorbij lopen. Mm-hmm. Ja, bij Liverpool kun je best voorstellen dat Anthony de vijfde aanvaller daar nu zou zijn op het moment. Waar Shaqiri zit ook bij Liverpool, dat is veel meer een Berghuis-achtige voetballer. En je ziet ook dat ze daar heel veel moeite hebben om echt de plek voor hem te vinden in het elftal. Ja, die mag er af en toe inkomen, 30 minuten voor tijd, soms ook als middenvelder, als ze iets moeten verzinnen, iets moeten openbreken. Maar in de meeste wedstrijden speelt hij niet. Nou, Tottenham Hotspur, die speelt natuurlijk met Kane in de spits. Een van die twee buitenkanten, dat is nu Bergwijn. Die moet vooral heel veel defensief werk doen. Hij is veel explosiever. Ja, en heb je een hele directe speler als zonde bij. Ja, waar ga je Berghuis kwijtraken in dat elftal? Ja, dat kan. Eigenlijk niet. Nou ja, Manchester United, daar heb je misschien Batta. Dat is ook misschien een beetje een vergelijkbare speler meer met Berghuis. Maar ja, in de meeste wedstrijden zullen zij toch ook weer juist kiezen voor iemand met wat meer dynamiek vanaf die flank. Ja. Omdat je Bruno Fernandes al hebt voor die positie ideeën. Kiezen eerder voor Rashford, Greenwood, daar kiezen ze eerder voor. Ja, en Martial hebben ze natuurlijk daar nog rondlopen. Dus nou ja, en zelfs James, die eigenlijk alleen maar een beetje het veld breed houdt en misschien op bepaalde vlakken tekort komt, ja, die kan dan ook nog een waarde hebben. Maar ja, Matta, een beetje hetzelfde als Berghuis, ja. Meestal is er geen plaat voor in een elftal. Maar jij hebt het nu over Premier League. Hè? Ik heb nagedacht over een andere club, want het is inderdaad lastig. Hij heeft bij Watford gezeten, daar is het niet geworden wat hij ervan verwacht had. We zien allebei de potentie in hem. En als je nou kijkt naar het Leverkusen van vorig jaar van Peter Bos. En je ziet Kai Havertz, die op een ongebruikelijke positie ineens als spits. Creatieve jongen, goed linkerbeen, redelijk snel, goede actie. Eigenlijk alle kernkwaliteiten die Berghuis ook heeft. Ja, nee, niet echt. Vind je van niet? Nee. Ik denk dat daar een heel groot verschil tussen zit. Maar waar zit het verschil precies in, vind jij? Nou, Havertz heeft enorm veel snelheid. Hij is in alle testen bij Leverkusen was het de snelste speler. Berghuis is ook snel. Het is niet zo. Berghuis is niet zo snel. Kijk, Leverkusen, daar loopt Bellarabi, daar loopt Bailey en daar loopt Diaby. Als jij die ziet lopen, dan denk je, jeetje, dat zijn een van de snelste spelers ter wereld. Havertz was in alle snelheid zesde, sneller dan die gasten bij elkaar. Maar pak de rol dan. Dat hij, laten we zeggen, als spits in de bal komt en ruimtes creëert. Hij is wel slim. Hij heeft wat meer vrijheid. Hij kon het niet uitwijken. Hij is groot. Havertz kon een balletje vasthouden. En ja, ook in die intensiteit die je moet leveren bij het Leverkusen. Ja, Berghuis heeft nooit in zo'n team gespeeld waar hij zoveel korte, felle sprintjes moet doen als dat je zou moeten doen bij een club als Leverkusen. En ook, ja, kijk, aan de buitenkant spelen die natuurlijk met Diaby, Bailey, Bellarabi. Echt spelers die enorm explosief zijn. Dat is Berghuis niet in die mate. En als je het inderdaad hebt over die rol misschien. Maar de valse spits dan, zullen die er eerst bij bouwen? Is dat iets wat hij zou kunnen?
Het gaat ook om als je. Ja, hij heeft natuurlijk ook gespeeld onder Stam in een aantal wedstrijden. Dus dat is iets wat hij in principe wel zou kunnen. Alleen ook wat het verschil is met hem en Havertz op dat vlak, is dat Havertz heeft een beetje dat natuurlijke doelpunten instinct om dan ook, weet je wel, bij de eerste paal te komen en dan daar een doelpunt te maken. En eigenlijk alles waar we het net over hebben met Berghuis. Op dan moment, is hij wat meer de tien, dat hij toch wat meer daar. Ja, op het moment dat zij in die 16 komen, dan is Berghuis vaak niet op die positie om dan ook nog dat doelpunt te maken. En dat heeft Havertz, heeft dat dan bijvoorbeeld weer meer dan dat hij dat zou hebben. En hij is een beetje, tot op zekere hoogte zou je kunnen zeggen, waar we het ook over hadden, dat hij mindere uitvoering is van Hakim Ziyech. Nou, Hakim Ziyech is ook lang naar gezocht van waar vinden we een club waar we hem kwijt kunnen. En ja, dat is ook een beetje waar hij tegenaan zit te hikken, denk ik. En ja, hij moet een beetje geluk hebben dat er bijvoorbeeld een training is die het in hem ziet zitten, waar ik hem bijvoorbeeld wel zou kunnen voorstellen op termijn. Dus bijvoorbeeld een club als Roma, zoals die nu spelen met dat 3-4-2-1 systeem, waar je eigenlijk twee tienen hebt met iemand als Mkhitaryan. Wat natuurlijk ook zo'n speler is die niet de snelste speler ter wereld, maar wel heel voetbalslim inzicht, tussen de linies goed en bepalend. Ja. In zo'n soort team kan ik me wel voorstellen dat Berghuis daar een bepaalde rol in zou kunnen vervullen. En ja, dan heb je wel echt die match nodig van Ik heb gewoon sterk het idee als hij snelle jongens om zich heen heeft. Dus echt die continu de diepte ingaat. Hij heeft wel gevoel voor ruimte, toch? Zeker. Hij kan mensen binden. Ja. Toch? Dat kan hij ook. Hij kan een bal vasthouden, waardoor ze, laat maar zeggen, die ruimte hebben om erin te gaan. Dus vandaar dat ik dacht van ja, weet je, als hij een volgende stap zou kunnen zetten, misschien zou dat dan wel een optie kunnen zijn qua posities. Nou, dat is de achterliggende gedachte. Nee, zeker. Maar ik denk meer inderdaad dan zo'n halve tien, halve buitenkant positie in zo'n systeem, misschien ook wel met vijf verdedigers, dat misschien wel de plek is die hem het beste zou liggen. Of inderdaad als een soort van nummer tien alleen tegelijkertijd. Bij heel veel clubs zie je niet meer echt een luie nummer tien die echt meer inderdaad spelers die erbij komen. Dus dan zou die ergens hangend aan de buitenkant moeten gaan spelen bij een club als hij een stap wil gaan maken. Ik denk niet dat de Bundesliga een lekkere competitie voor hem is. Omdat de Bundesliga is natuurlijk enorm tempo. Iedere wedstrijd heel veel van systeem wisselen ook. Verschillende plekken kunnen spelen. En type voetballers als Berghuis zie je ook niet heel veel in de Bundesliga daarom. Het is ook wel gelijk lastig. Want je normaal gesproken heb je een speler denk van die is ideaal voor de Spaanse competitie. Ideaal voor de Engelse. Dat heb je bij Berghuis niet echt, hè? Nee. Nee, Spanje, ik denk zeg maar van alle landen, of Italië, ik denk dat een beetje de meest logische landen voor hem zijn. En in die zin heeft hij ook pech gehad dat hij, dan ga je naar Engeland en dan ga je naar Watford, wat dan ook een club is die onderin speelt. En dan worden er andere dingen gevraagd dan de dingen waar Berghuis goed in is. Ja, en dan val je buiten de boot. En iedere club die nu naar hem gaat kijken, die denkt, hij is mislukt bij Watford. Ook als je de wedstrijden van Nederland zelf er laatst bij pakt. Als je nou kijkt naar de vorm die hij nu bij Feyenoord laat zien. En met Nederland zelf, heeft hij een goede indruk achtergelaten. Ja, zeker. Wordt er dan niet ineens iets anders naar gekeken? Ja, tot nu toe is er geen club geweest die hem gepakt heeft. Nee. Dat wijst erop dat er tot nu toe nog niet op die manier naar hem gekeken is. En tegelijkertijd, ook als je zijn statistieken erbij pakt, maar ook zijn onderliggende statistieken, hoe vaak hij doelpogingen al onderneemt, hoeveel kansen hij creëert, laat hij wel jaar op jaar goede cijfers zien. Ja. Alleen, iedere club gaat er naar kijken met een blik, en dat is in de Eredivisie. En dan moeten we nog maar afwachten wat dat in onze competitie betekent. En Het feit dat hij zo dominant is bij Feyenoord is zijn nadeel voor als hij een stap wil gaan maken. Ja, we gaan nog even terug naar de wedstrijd van zondag, Ajax-Feyenoord. Dan zou je sec kunnen zeggen, het zijn directe tegenstanders Tagliafico. Kloten voor Berghuis, want dat moet er continu achteraan. Maar als daar een oplossing voor gevonden wordt en hij hoeft dat niet te doen, liggen daar de kansen voor Feyenoord. Hè? Met de restverdediging, met Daley Blind die in de zone niet de snelste is. Daar liggen zeker kansen. Ja, het is we hebben het laten zien hoe Feyenoord verdedigt. Vaak een beetje 4-1-4-1, 4-5-1 rond de middenlijn. En Berghuis is dan ook vaak degene. Hij moet wel terug, maar hij kan wel op een gegeven moment een beetje daar half gaan. Hij hoeft niet tot op de eigen achterlijn. Nee, tot een bepaalde hoogte gaat hij terug, hè? Ja, met Tagliafico. Dus Tagliafico zal er misschien ook soms overheen komen. En op het moment dat Tagliafico er overheen komt, dan kan dat betekenen dat in één keer Berghuis, want hij speelt natuurlijk daar ook nog in die zone met Gravenberg, die
nou ja, enorme stap aan het zetten zet. Maar ja. is maar ja, qua betrouwbaarheid ja, toch ook nog steeds momentjes heeft dat hij zijn oriëntatieverdediger niet helemaal op orde heeft. Dus dat betekent dat in die zone dat daar wel eens ruimtes gaan kunnen komen te liggen voor ja. Berghuis. Ja, en dan ja, moet je spelers hebben die gaan lopen, die die weg kan steken. En dan kan Feyenoord gevaarlijk worden vanuit de omschakeling. En daarin is... Ja, maar dat is altijd ook zelf natuurlijk, want als hij de bal daar krijgt, dan komt hij waarschijnlijk als eerst komt hij Blind tegen in de 1-op-1 met ja. de ruimte. Nee, zeker. En nou ja, Blind kan die in dat soort duels natuurlijk ook hebben. En ja, Berghuis is natuurlijk gewoon de alfa en de omega van Feyenoord. Alles begint met hem en alles eindigt met hem. En dat is tegen Ajax niet anders. Ja, nou, dat is een mooi verhaal. Tot en met slot. Anthony eindigt het alleen. Er begint niks met Anthony. Jeetje, wat een diepzinnig einde zeg. Dit is wel mooi hoor. Nou, gaan we het ook simpel. Voorspelling voor zondag, wat verwacht jij? Een uitslag? Ik verwacht een hele gesloten wedstrijd. Misschien wel een 1-1. 1-1. Nou jongens, Pieter verwacht 1-1. Laat in de comments weten wat jullie van die wedstrijd verwachten. Maar laat ook in de comments weten welke club en competitie past volgens jullie bij Steven Berghuis. We zijn benieuwd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens!